Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar een goed nieuwe video van de KVO Stand-up Carrièremode. We zitten nu al bij ons derde seizoen. En ik heb even in het begin hadden we even een vriendschappelijk toernooi. En ja, die heb ik even al gespeeld en we hadden die gewonnen. Ja, de finale was tegen Saint-Étienne. En die won ik dan met 1-2. Daardoor kreeg ik wat transfergeld en daardoor heb ik één transfer kunnen doen. Ja, we hebben deze spits gekocht, alleen ja, het is een spits met heel veel potentie, dus daar moest ik die zeker halen. Ja, ik ga gewoon de eerste wedstrijd van het seizoen wil ik wel even spelen. Dus de eerste wedstrijd is uit tegen Vitesse. Pas hier is hier was Vitesse. Oh, Vitesse heeft al wel de meeste kansen gecreëerd, dus dat is niet goed. Nu scoren! Schiet hem naast. Hij is erdoor. Kan hij scoren? Ja, dat doet hij! En ja, dat is de eerste goal van de spits die we gehaald hebben en waarschijnlijk ook niet de laatste. Hij speelt bij nummer 23. Wat hier hij nog is. Kan hij nog eens scoren? Ja, dat doet hij. 0-2. Al een goede debuut van hem. Sova. Ik ga hem voorzetten. En deze kant. Oh, nog pas op. Ik wil deze wedstrijd ook. Dit seizoen ook meer clean sheets. Oh nee, daar is Vitesse. En onze keeper is er gelukkig nog. Oeh, ze komt nog bijna binnen. Hier is Vitesse. En dan scoren ze. Deze keer missen ze hem niet. Silva. En voorzet. En koppen. Ja, de hat-trick. Meteen met zijn debuut een hat-trick. Daarom heb ik deze speler gehaald. En zo winnen we de eerste wedstrijd van het seizoen op het veld van Vitesse. Oh, volgende wedstrijd is thuis tegen Antwerpen. En hier een inlijn aanbod. Delegeren en ik ga hem gewoon op lenen zetten. Tegen Antwerp ga ik gewoon simuleren, want als ik wedstrijd speel tegen Antwerp verlies ik vaak. En de eerste keer winnen we. Hier tegen. De volgende wedstrijd is uit tegen Genk. Dit wordt ons seizoen, heb ik het gevoel. En we winnen weer. Met de goal van Hellstorm. Oh, Club Brugge een deal van 36 miljoen. Oh. Opeens hebben ze veel geld. Oké, nu uit tegen Utrecht. En we winnen met 2-0 met dankzij goal van Silva en Daze. We hebben dit seizoen al elke wedstrijd gewonnen. Pot voor Noorwegen. Ah, leuk, maar ik ga dit toch afwijzen. Roemenië is dit volgens mij ga ik ook afwijzen. Ja, de zomertransferperiode is al nu gedaan. Maar dan ga ik even simuleren. Tot vlak voor de wintertransfers. Ga ik een keer simuleren tot net voor de wintertransfer. Maar we winnen. We hebben nog steeds niet verloren. Ah, we verliezen dan nu toch tegen PSV. Maar we hebben toch al veel punten gepakt. Nou, gelijk tegen Uppen. Verliezen tegen Mechelen. Tegen Mechelen verliezen we wel vaak, precies. Oh, tegen Club Brugge. Ah ja, verliezen natuurlijk. Tegen Ajax waarschijnlijk ook verliezen. Hoewel we vorig seizoen wel hadden gewonnen thuis. En we winnen. Ah, verliezen tegen Gent. Oh, en dan moeten we tegen Anderlecht. Dan is het hier de laatste wedstrijd voor de wintertransfers. En de laatste twee hebben we helaas verloren. Maar ik was nog van plan om de laatste wedstrijd voor de wintertransfer toch nog te spelen. Dan hebben we toch nog twee wedstrijden kunnen zien. Onze spits is een beetje gegroeid. Zullen jullie hier even de topscorers zien en zo. Oh, Batshuayi speelt bij Feyenoord. Dat is wel leuk om te zien. Bondscoach van Wales wil ik even afwijzen. Denemarken is wel leuk. Alleen, ik denk dat ik alleen voor Nederland of België ga. Maar we staan toch 6 dus. Ik dacht dat we voor iets hoger zouden staan. Ja, de laatste twee wedstrijden hadden we al verloren. Misschien is het daarom. Oké, we zijn klaar voor de wedstrijd. Hier hebben we Raman. No.
redden van de keeper. Oh, ik dacht dan ook even dat hij nog binnen zou gaan. Ja, hier is onze spits. Aanvallen in en scoren. Ah, jammer. Ja, hij is dan ook door. En dat is een kaart. Een rode kaart zelfs. Ja, mooie pas en nu scoren. Dat doet hij. Hopelijk was dat geen buitenspel. Ja, dat de goal telt. 1-0 voor Oostende. Hier hebben we Ruiz. No, oh keeper het. Hier is hij. Onze spits kan het scoren van hier. Dat doet hij. 2-0. Hier gaat hij waarschijnlijk moeten passen. Ah, nee, keeper het. Misschien nu een hat-trick. Dat doet hij ook. 3-0. En zo sluiten we af met 3-0. Had wel veel pogingen nodig om 3 keer te scoren. Maar ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. We zitten dan nu dan toch net in de top 5. En dan hopelijk kunnen we deze plek vasthouden. En misschien zelfs nog hoger. En ik hoop het aan het einde van het seizoen. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video dus. Doei doei.